Ja, dan sta je dan een beetje gek te doen in het weiland, omdat Ed mij op pad heeft gestuurd voor een lekker stukje kaas. Nou sta ik hier met Theo en Theo is een boerenkaasmaker. Klopt. Ja. En waarom staan we dan hier? Dit is voeding voor de koe. Ja, die grazen hier. En de koe heeft dat nodig om melk te produceren. Want melk is een hoofdbestanddeel, denk ik, voor kaas. Nou, naast het feit dat het best wel koud is hier, vind ik het heel erg leuk om het proces te zien. Oké, nou, dan gaan we even kijken. Ik volg jou. Dit is de machine waar straks de vrongel in gepompt wordt. De vrongel. Vrongel, en wat is vrongel? Want ik ben een leek, ik heb er geen kaas van gegeten natuurlijk. Nee, precies. De vrongel, dat is wat uiteindelijk de kaas wordt. Ik sta te popelen om jou te helpen, dus zeg het maar. Ja. Tjaka. Dit is vrongel. En als we kruidenkaas maken, dan hebben we daar de kruiden toegevoegd. In dit geval de truffel. Mm. En dan kan je zien, hè, de truffel. Ja, de donkere stukjes. En nu gaan we voorpersen. Zie hem staan? Ja, ik zie hem staan. Mag ik drukken? Drukken. En nu staan ze 30 minuten te persen. Dan krijgen ze de mooie ronde vorm. Dan gaan we ze omdraaien, doen we er de kaasmerk op. Gaan ze nog een keer een half uur onder de kaaspers. Daarna blijven ze tot de volgende morgen in het vat leggen. Vanavond draai ik ze nog een keer om te rechten. En dan de volgende morgen gaan ze in de pekelbak. Hoe vaak heb je dan eigenlijk zo'n kaas in je handen? Elke kaas die heb ik 20 keer in mijn handen gehad voordat hij hier van de boerderij vertrekt. En waar gaat hij heen dan? En dan gaat hij naar Gouda, naar de producent. En daar gaat hij verder afrijpen. Dus als ik een kaas wil hebben, moet ik naar Gouda toe? Dan moet je naar Gouda toe, klopt. Jacco? Hey, Winston. Theo heeft me naar jou gestuurd. Ik moest bij jou zijn voor een stukje truffelkaas. Truffelboerenkaas. Maar het duurt even voordat ik je vond, want er liggen nogal wat hier. Hoeveel kaasjes zijn hier opgeslagen? Ongeveer 1,6 miljoen kilogram kaas. Wat is nou het grootste verschil in smaak tussen boerenkaas en een gewone kaas? Het belangrijkste verschil is dat de melk onbewerkt is. De volle melk van de koe. En het is niet verhit. Dus volgens mij moeten we hem jou laten proeven. Ja, kijk. Zie je, ze gaan me al een klein beetje kennen. Dat is mooi. Nou stond ik net bij Theo in de kaasboerderij en daar rook je ook echt die truffel. Dus dat is, als het goed is dat terug te proeven? Als het goed is dat terug te proeven en terug te ruiken. Hoe lang rusten die kazen? Truffelkaas is meestal ongeveer 3 maanden. Hij komt op houten planken gelegd. Elke week minimaal 2 keer gedraaid. En geplastificeerd. Nou ja, ik heb een stukje kaas nodig voor de chef Coquette, hè? Oké. Okay. Kan je meenemen? Kan je er één missen? Absoluut, absoluut. Nog een laatste vraag, dankjewel. Hoeveel liter melk heb je nou nodig voor een kilo kaas? Ongeveer 10 liter melk. En hoeveel kilo is dit? Dit is 9 kilo. Dus dat is gewoon 90 liter melk. 90 liter melk. 90 liter. Nou, Ed, dat je het weet. Oké. Ik ga naar de chef-kok. Prima. Succes ermee. Dankjewel. Fijne dag. Tot ziens.